Ik ben Gerbel de Vries, ik ben joggetje in Raad. Ik wen hier in Wijns en mijn sport te steunen. Wanneer ben je begonnen met turnen? Toen ik zo'n jaar was, heb ik eerst in Wijns op recreatie zitten. En toen ik 11 was, toen ik voor het eerst een prijs won. En toen zei mijn juffrouw zei van nou, misschien moest maar naar Koudum te gaan een selectie. En toen kreeg ik 12, toen ben ik hier bedaard. En waarom heb je dan voor turnen gekozen? En net zat de meeste vooral door volleybal of zo? Nou, in Wijns hebben wij verder net zo volle. Ja, er was altijd voor volleybal. Maar ja, als het heel iets is, dan gies je dan net op. En ja, ik vond het eigenlijk meteen leuk van nou jongste wonen al dus. Hoe vaak in de week train je dan en hoe lang? Ik train manjes een uren en tiesjes, nou, het zit wel tussenin, een oorloeren, 2 uren. Dus, veren. En wat doe je met training? Kan je een training schetsen wat je mooi doet? Nou, dat is heel verschillend. Krijgt ze nou bij van hun eigen individuele wedstrijden bezig. Dus dan trainen ze gewoon voor zichzelf. Meestal springen we eerst gezamenlijk. Nou, diegene die dezelfde sprong heeft, die springen dan mooi. Dus het is hartstikke vermoeiend als steeds alleen nog springen moest. Nou, en dan kies ik gewoon zelf, maar zelf bepalen als het eerst naar de balk of eerst naar de breg of lange mat. Verdeel ze een beetje hoe de toestel, dat ze steeds net zo lang hoesten wachten. Zoals al, je bent al bezig van wedstrijden, individuele wedstrijden. Doe je vaak een wedstrijd mooi? Ja, dat is gewoon standaard. Elk jaar heeft aan het begin van het seizoen beginnen de springwedstrijden. Dan doen we de hele ploeg mooi. Dat is een teamwedstrijd? Ja. En dat is dan lange mat springen en kast springen, trampoline springen. En individuele wedstrijden heeft 2 voorrondes. En die beginnen meestal in januari en de 2e is dan in februari. En als dan gemiddelde voor die 2 wedstrijden bij de beste 3 is, dan gaat het terug naar de Fries kampioenschappen. Dus als het dan het terug is, dan zit het er dan op. En als het wel terug is, dan heeft het nog wat. Beste prestaties in de wedstrijd? De 2e lien denk ik, toen wie ik 12 op Fries kampioenschap. Maar daar baal ik wel van, want het was 400ste verschil maar de eerste. Dus ja, dan wil je net blij 2e. En ik lees in de balkste, er was een shitje naar en waarom denk ik 2e? Ja. Op een wedstrijd? Ja, dat was hier een thuiswedstrijd. Dat was een voorronde voor de Fries kampioenschap en ik. Ja, ik net dacht, omdat ik... Viertje een weekeling ongeveer geblesseerd raken wie en ik ben ook krek weer 5 weken een beetje om trainen dat we springen zo dus het wie wel mooi. Turnen, is dat een blessuregevoelige sport? Ja, ik eigenlijk net alle sporten heb zou wel zien blessures maar kerst wel raar vallen en zo dat vooral mooi draaien en zo dat die enkel steenbloe en die lichaam. Als je al wedstrijden hebt, train je dan ik oors of is het altijd wel wat een beetje dezelfde training? Nee, dat ben ik fanatiek. Ja, dan gaat het er echt om en dan zes ja, even... Even alles op alles en dan was het wel eens even dwan en dan gaat alles mis en zo en dan, nou ja, dat is dan zo. Wat voor eisen is er om je kleden? Heb je een apart wedstrijd nu of moest het zelf weten was het anders? Bij groepswedstrijden hebben wij een verenigingspakje. Dat is ik van Vloes, donkerblauw, mooi wat witte, ja, witte slingers erop, zeg maar. De kleuren van Oeverswalen binnen reed wit-blauw. En mijn individuele wedstrijden dan heb ik gewoon mijn eigen pakje. Dan heb ik deze gewoon aan. En als ik een broekje doorheen heb. En mag ik een onderbroek eronder bij komen, dan krijg ik outtrek. En ja, maar zorg je dat ze hier wat voor het hest, want als het één keer zou dus, dan krijg ik weer outtrek. Dus... Bij sprong op wedstrijden, dan heb ik, dat was op Studio Sport of zo, dan hebben ze maximaal aantal punten per onderdeel. Ja. Nou, dus zoals krijg ik al, ze letten dus ik op hoe ze eruit just. Maar is dat aantal punten wat te helling? Want ik zie haast nooit iemand die dat echt helpt. Dat in mijn krekken, als het al alle eisen voldwang is, dan kies dus uit van een zien. En dan hebben we het al outtrek van oudlutsen. Maar als er bijvoorbeeld, ik neem er iets, een ratslag op een balken door, dan kies het. Nou, dan giet dat er ouders. Dan kies bijvoorbeeld uit van een jochen of een jochen en heel, weet ik niet precies. Maar ja, het is meestal het wel moeilijk om, dus eigenlijk altijd wel wat verkeerd. Dus. En vlieroefening, ik was op televisie nou, die dat ik? Ja.
Nou, dat is een verplicht, zeg maar. Hij dan sprong, hij balken, breggen, glikleggers. En dan die lange matoefening, dat is die vrije oefening op muziek. Hè, dat. En de choreografie, betink je hem die zelf of krijg je daar begeleiding in? Daar hebben we een vrouwtje voor, de vrouw van Peter. Die kan heel goed dansen, het heel gevoel van muziek. En ja, die is daar heel goed in. Ja. Goed, schat. Hoi.